ICT-aspect? Ik bedoel dus aspect ICT. Dat zeg ik niet zomaar. Dat zeg ik omdat ik daar nu vandaag ben. En daar ga ik dus kijken. ICT-aspect. Nou ja, zeg ik het weer verkeerd? Aspect. Aspect ICT. Aspect ICT. Ja, ja. ICT. Bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het leuk om hier te zijn natuurlijk. Boris gaat het over hebben, de app. Bouwregistratie informatiesysteem. Ik vind het een leuk systeem. Het systeem gaat alle kanten op. Maar er zijn wel een paar punten, weet je wel, die ik iets anders zou doen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de moderne API's. Moderne API's. Wat is... Nee, wacht, ik leg het even uit. Dat is goed, geen seconde. Die moderne API's, weet je wel, waarom worden die gebruikt? Die oude, die klassieke. Die waren eigenlijk net zo goed, dacht ik zo. En de back-office portaal. Ja, waarom moet het in die achterkamertjes gebeuren, weet je wel? Je moet het naar voren gooien, dat iedereen kan zien, gewoon transparant. Dat lijkt mij gewoon een heel goed idee, natuurlijk. En als je kijkt naar de cybersecurity en document management. Naar de cloud migraties, weet je wel. Al die migraties, kijk, nou, weet je wel, ze moeten een thuis krijgen. En als ze geen thuis krijgen, ja, weet je wel, dat is gewoon nullig. Okay. Nou, Tim, het ligt eigenlijk iets anders. Boris is een app voor de bouw. Ja. En die zorgt ervoor dat de informatie vanaf de bouwplaats naar kantoor komt. En dat je met minder papier de registraties kan doen. Ja, ja, dus als je kijkt naar alles wat ik zei in zijn geheel, zeg maar, dan heeft dat geen raakvlak met hoe het zit. Precies. Ah, misschien is dat een idee als ik even ga rondkijken hier dan. Dat is een goed idee. Dus die kant op, denk ik. Boris. Leuke naam wel, man, voor kind. Wie ben jij en waar zijn we hier? Ik ben Kees van der Stelt en je bent in Harkveld-Giessendam bij Aspect ICT. Okay, en wat gebeurt hier allemaal? Wij zijn ICT-dienstverlener. Wij leveren eigenlijk ICT-diensten aan het midden- en kleinbedrijf. Van eigenlijk infrastructuur, dus infrastructuur in de zin van werkplekken, maar ook software. Oké. Okay. En hoeveel mensen werken hier ongeveer? Wij werken met ruim 100 collega's. 100? Ja. En die zitten niet allemaal hier, denk ik? Nee, er zitten collega's hier op kantoor, maar ook vooral bij klanten, bij relaties, om met hun in gesprek en te kijken hoe ze eigenlijk met die bedrijven een volgende stap kunnen maken op het gebied van IT. Ja. En wat doe jij precies? Ik ben zelf teamleider software, dus ik ben vaak bij klanten in gesprek om te kijken hoe we die stap kunnen maken. Ja. En ook met de collega's in gesprek om te kijken hoe we daar onze diensten of onze stuk software daarop aan kunnen passen. En wat vind jij leukst om te doen? Het leukste om te doen vind ik zelf om met klanten mee te denken. Ja. Om te kijken hoe een bedrijf ontwikkelt en hoe we ICT daar een onderdeel van kunnen laten zijn. En vaak is het natuurlijk ook communicatie, toch? Ja, er is heel veel communicatie en dat is, voorheen zag je nog wel dat IT echt een technisch vak was. Ja. Waar veel techneuten zaten en dat is eigenlijk nog steeds natuurlijk wel zo. Maar we zien ook wel steeds meer dat verandering, communicatie daar steeds belangrijker in gaat worden. Oké, nou ik ben benieuwd. Laten we even gaan rondkijken. Wie ben jij en wat doe je hier precies? Nou, ik ben Amar Bajai. Ik woon nu in Rotterdam. Ik ben 29 jaar. Mm-hmm. En ik ben hier als IT-engineer. Begonnen sinds 1,5 jaar. Ja. En wat moet je dan precies doen? Wij doen vooral klanten, relaties helpen. En als we problemen hebben, proberen we hier en daar gewoon voor te zorgen dat het snel opgelost wordt. En kundig natuurlijk. Ja. En hoe ben jij hier eigenlijk ingerold in deze sector? Nou, het begon toen ik eigenlijk klein was. Ik hield wel van computer assembleren, weet je wel. En uiteindelijk dan ga je toch weer dieper op de techniek in. Ja. En dan lijkt het je steeds leuker. En dan ga je op een gegeven moment moet je dan kiezen voor een opleiding. Mm-hmm. En dan rolt het al snel IT-kant op eigenlijk. Ja, nou, grappig dat het zo is gegaan. Dat bij jou gewoon eigenlijk een soort natuurlijke interesse was. En dan zeker. Dat je hier nu bent. En wat vind je qua werk het leukst om te doen? Ik hou ervan om vooral mensen te helpen, zorgen dat ze eigenlijk ook weer aan het werk kunnen. Ja. Vooral nu in deze tijd is het heel belangrijk, hè. Mm-hmm. Het corona, als je ziet, het is gewoon lastig dat mensen überhaupt nog kunnen werken. Ja. Maar gelukkig kunnen wij ze nog assisteren, zodat ze nog in ieder geval thuis aan het werk kunnen. Ja, maar misschien zijn er ook wel juist gewoon door ICT ook nieuwe mogelijkheden nu. Ja, die daarom, voorheen nog niet echt werden gezien en nu wel. Ja, de technologie gaat ook super snel met de ICT. En,
ja, vooral als je hier stilstaat, is het gewoon achteruit gaan. Ja. En IT is gewoon de toekomst en dat moet je gewoon blijven ontwikkelen. Ja. En jezelf ook daarin blijven investeren, want anders loopt het allemaal bergafwaarts natuurlijk. Wat tof, je hebt wel een goede kantine ook, zag ik. Ja, wel leuk. Had je die broccoli aan de muur gezien? Ja, ja, nee, die heb ik nog niet gezien. Die heb ik niet gezien, die is echt heel tof. Ja? Broccoli. Ja. Ja. Broccoli. Hallo. Goedemiddag. Wie ben jij en wat doe jij hier precies? Ja, ik ben Twan Maurik, software consultant hier bij Aspect ICT. Oké. Okay. Ja. En hoeveel jaar werk je hier al? Iets meer dan 2 jaar. 2 jaar? Ja. En wat had je al een interesse voor ICT daarvoor? Of hoe is dat gegaan voor jou? Ja, ik ben eigenlijk begonnen als systeembeheerder. Mm-hmm. Ik ben 2013 afgestudeerd met mijn mbo-diploma. En toen ben ik aan de slag gegaan als ICT-beheerder, dus echt in de techniek. Ja. Computers plaatsen, servers. En daar ben ik eigenlijk doorgegroeid. Ja. HBO-opleiding ben ik nu mee bezig en doorgegroeid eigenlijk naar consultant. Ja. Dus, ja. En wat vind jij het allerleukste eraan? Ik snap dat ICT is een heel breed begrip. Ja. Maar wat vind je het leukste eraan? Ja, het leukste vind ik eigenlijk dat je continu bij de klant bezig bent met het verbeteren. Mm-hmm. Van de manier hoe ze werken. Tot het verbeteren van de veiligheid. Je bent eigenlijk continu aan het zoeken van hoe kunnen we dingen beter doen, mm-hmm. efficiënter doen, kosten besparen. Dus je bent eigenlijk voor die klant aan het meedenken. Ja. Hoe dat we het werk gewoon zo goed mogelijk voor hun kunnen inrichten. En hoe oud ben jij nu? 26. Oké, okay, dus je was 24 toen je hier kwam? Ja, 1 dag in de week ga ik naar school. Ja, dus het is nog steeds beroepsbegeleidende leerwerk? Ja, de deeltijdopleiding noemen ze dat bij HBO dan. Ja, ja, maar dat komt wel op hetzelfde manier. Ja. Ja. En, maar is dat niet, dat is gewoon, is dat jong of oud? Ja, het verschilt. Je hebt wat oudere leerlingen die bij in de klas zitten, maar je ziet veel inderdaad dat vanuit het mbo meteen doorstromen. Maar ik vond het eigenlijk juist wel leuk om meteen aan de gang te gaan. Ja. En doordat ik die deeltijd hbo-studie doe, kan ik het eigenlijk ook meteen in de praktijk brengen. Dus ik vond die combinatie zelf wel leuk eigenlijk. Ja. En als je denkt aan groenten, wat voor groenten vind jij het lekkerst? Broccoli, denk ik. Ja? Ja. Wat toevallig. Nee, maar het is wel, maar broccoli, ja, dat is ook wel echt wel mijn ding. Had je die broccoli beneden gezien aan de muur? Die mosland, ja. Had je dat al gezien? Ja, ja, ja. Okay. Ja. Nou, ik had net iemand die had het nog niet gezien en die heb ik het laten zien. Dat is ook echt onder indruk. Een medewerker van hier? Ja. Oké. Okay. Broccoli.